koffie en thee. Wij zijn hier in de Marienhof en bij de Liefde voor Amersfoort. Ja, wij gaan hier een culinaire reis maken door de Marienhof. Met heel veel liefde voor Amersfoort, ja. Waarom? Waarom? Mensen in het veld, en dat zijn de echte vrijwilligers, eigenlijk zijn die vele malen belangrijker. En laten we die mensen nou echt eens een keer teruggeven en zeggen dankjewel. Kijk, en daar komt de wethouder ook. Mevrouw de wethouder, als u hier middenin voorin gaat staan, dan... Ik ben bestuurslid van Leven Historie. En wij bestaan alleen maar uit vrijwilligers. Dus ze vinden het leuk als wij hier zijn en wij vinden het leuk dat we hier mogen zijn. Dit zijn de echte ambassadeurs van Amersfoort, hè? Jazeker. 75.000 mensen worden per jaar bediend door deze groepen. En ooit werd er verteld op het gemeentehuis, ga uit van 40 euro gemiddeld per dag wat mensen besteden. Dan staan we voor 3 miljoen op. Nou, toch niet gek? Maar jullie moeten dan ook afgrijzelijk afgeladen zijn met subsidies, denk ik, of niet? Zeg, wij zijn... wat voor antwoord moet ik nou geven? Nee, we hebben dus niks meer, hè?